We zijn dan een tijdje live op TikTok. Dat was het voor vandaag. Ja, ik ben mijn koffer aan het inpakken. Ja. En als je de mannen. Vandaag maandag en zoals jullie zien ben ik weer met Tante Els, want ik ben van de nacht weer gaan logeren bij Tante Els. En ik ga eerst een rolluikomhoog doen en ik heb het bed al helemaal opgedikt. En dan ga ik mijn make-up doen, maar eerst de rolluiken naar boven doen. Ik heb hier mijn make-up in zitten. Echt een super leuk handig klein tasje. Ik heb zelf een spiegel bij. Ik ga eerst mijn wimpers krullen. Ik ga nu mijn ogen doen en dit is echt mijn favoriete oogschaduwpalet tot hier toe. En ik ga eerst deze kleur gebruiken. En ik blend ook heel mijn ooglid aan. Dan ga ik deze kleur gebruiken. En dan ga ik alleen op mijn arcadeboord doen. Ik ga deze kleur gebruiken. Dan ga ik even mooi in model blenden. Dan ga ik deze ogenbord aandoen van Essence. Dat is eigenlijk een eindig ei. Dus dat vind ik echt voor de waterlijn. En dan ga ik eyeliner aanbrengen. Het is wel lastig nu omdat het spiegel best wel laag hangt en niet zo hoog, zeg maar. Ik ga het doen. En ik doe het ook nog met onderlippen. En nu ga ik mascara aanbrengen. Oh, en nu ga ik mijn lippen doen. Ik ben eigenlijk aan het twijfelen wat ik aan mijn lippen ga doen. En ik word eigenlijk op deze gaan. Maar ik mag niet te veel gaan aanbrengen, want anders is het te gros. En ja, nu ben ik eigenlijk klaar met de make-up. En nu kan ik daar officieel beginnen. Wij zijn dan een tijdje live op TikTok. En het is heel gezellig, hè? En ja, zo had ik dus nog een beetje, ja, prettig. Zoals jullie zagen, zijn we net live met op TikTok en het was heel leuk. En nu gaan we naar middag eten. Smakelijk eten. Smakelijk. Ik ben net terug thuis, zoals ik nog zeer van bij Tante Els en kijk. Dit is toch niet meer normaal. Huh? Ik kan je even hier neerleggen. En ja, ik ben dat ik weer ga zwemmen. Het is natuurlijk wel heel behoorlijk tijd. Maar ik ga gewoon zwemmen. En als het heel hard begint te regenen, dan ga ik er gewoon uit. Maar het is best wel warm, best wel benauwd. Maar ik heb gewoon heel veel zin om te zwemmen. En ik ga jullie meenemen, want ik ga mijn GoPro-camera meenemen. Zodat jullie ook gewoon net kunnen genieten van de zwemperiodes. Maar eerst nog even melona koelen.
Goedemorgen iedereen. Het is dinsdag vandaag en de laatste tijd ben ik heel erg dol op beschuiten met boter en haverslag. Dit is geen reclame of zo. En het is ochtend, het is van 10 uur. En we gaan nu een beschuitje snijden. Zo erg dat het beschuit niet helemaal heel is. Dan is het niet heel moeilijk te smeren. Voilà, de beschuiten zijn klaar. En nu ga ik lekker smullen. Ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik moet mij alleen nog make-up doen. En ik moet dan een beetje opzitten, want mama en ik, wij gaan straks mee shoppen in Bascha. Dat is wel lang geleden, maar ik ga eerst mijn muntjes krullen. En ik ben dan wel hoe ik de eyeliner ga doen. Ik zal me zien. Oké. Dit is best wel een mooie zonde eyeliner. Ik ga sowieso wel... Ik ga even deze sneak eyeliner doen. Ik ga even lip contour doen. Dan ga ik mascara aan doen. Ik ben al klaar met de make-up en dan ga ik eten en dan gaan we zitten naar Bascha. We gaan bijna vertrekken, maar eerst ga ik weer een body mist op doen. Voilà. We kunnen weer bijna vertrekken. We zijn nu in de waskamer. Ja, in de Mums. En we hebben heel veel. Jij hebt heel veel. Ja. Allee, we gaan eraan beginnen. Ja, maar ik heb echt een nieuwe kleren nodig. Dringend. Ik hoop dat de meeste passen. Eerst altijd iets aan en dat is deze. Ja, dat lukt niet, maar niet. We weten het niet zo goed, hè? Nee, we weten het nog niet zo goed. Maar we hebben nog heel veel te gaan, hè? Het is misschien een combinatie, maar we gaan verder zoeken. Hier gaan we weer, hè? Hier gaan we weer. Ik ben helemaal moe van shoppen. Kom. Ja, vallen. In de zonblinde. Ja, en je munt was niet zo'n groot succes, hè? Een beetje. Een beetje, maar ik hoop dat dit een beetje succes. Dan had je nog wel zien wat je had. Ja. Dit is helemaal flashy kleuren. Ja. Ja, een paars. Ik heb echt geen paarse kleding. En we moesten een keer paarse kleed zijn op school. Dus dat van, misschien wel iets handig van paars. Het is gewoon een zonnigse kleur. We gaan passen. Ja. Ja. Zo, dit is het eerste kleertje. Ik vind het wel mooi. Ja. Hm? Dan kan zij dat wel meenemen, hè? Ja. Kan zij dat wel deze meenemen? Zo, vandaag zijn mama en ik weer voor het eerst samen gaan shoppen sinds corona bij Bascha. En ik ga nu aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Wij zijn naar twee kledingwinkels gegaan, want ik had dringend nieuwe kleren nodig. Wij zijn als eerste naar de Munt gegaan en als laatste naar Show Bling Bling. En ik heb daar een aantal kleren gekocht en die ga ik nu aan jullie laten zien. Soort van jouw modeshow eigenlijk. Always say the wrong things, ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment, but my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have, always living in the past. Why do I do that? Never fun with what I got, I gotta stop that. Always want more when what I need's in front of my eyes. Never feel like I'm good enough.
Zo, dat waren alle kleren die ik heb gekocht. Dus ik ben naar de Hema gegaan, naar Ricky Joost en naar de Kruidvat. En als eerste ga ik jullie laten zien wat ik bij de Ricky Joost heb gekocht. Een lipstick en een lipgloss. Ik denk echt dat het deze kleur was. Het is niet roze, maar bruin. Het is wel heel mooi natuurlijk wel. En nu ga ik een lipgloss testen. En hier ben ik best wel benieuwd naar. Maar ik ga even mijn lippenstift afhalen. De lipstick is zelf en nu ga ik een lipgloss testen. Het ziet er wel een hele mooie kleur uit. Ik ben best wel benieuwd. Misschien een plakje in lipgloss, daar was ik best wel bang voor. En ik heb ook een heel mooi natuurlijk kleurtje met een glansje. Eigenlijk is het bijna dezelfde kleur als de lipstick, maar alleen met een glansje. Dan ben ik naar de Hema gegaan. Deze pallet, want die vond ik heel erg fijn. Die had ik een keertje gekocht voor school. Maar die zijn allemaal op. Dan heb ik weer super leuke telefoonhoesjes gekocht van de Hema. Die ga ik nu testen, want ik heb nu deze aan. Oh, het is best wel een stevig hoesje hoor. Oh my god, dat is echt wel leuk! Is wel leuk hoor, met dit. Met van die knikkers. Ja, ik ben er heel erg blij mee. Dan ben ik nog naar de Kruidvat gegaan. Heb ik deze kort? En dit is een Nick met oorschaduw. Oh! Zo! Ik ben benieuwd. Oh, dat vind ik best wel makkelijk aan. En de kleur is best wel mooi. Echt zo fijn en heel gemakkelijk. Dit had ik echt niet zien aankomen. Dit is echt een aanrader. Dan heb ik deze concealer gekocht. En ik was hier echt al super lang op zoek naar. Dan als laatste heb ik deze oorschaduw palette gekocht. Dit is dus een oorschaduw palette van Catrice in Hoho. De kleur, dat vind ik echt een hele mooie kleur. En de oorzaken zijn ook heel erg mooi. Kijk, dat zijn eigenlijk ook type mijn kleurtjes. En dat waren eigenlijk alle dingen wat ik heb gekocht eigenlijk. Ik ga me dus eerst mijn make-up doen. En oh, ik ben zo blij met de liquid oorschaduw. Dat is zo handig. Staat er op bol? Dat komt niet. Chic, chic. Dat is knap, hè? Ja. Chic, joh. Ja, doe het. Ah ja, is passen. Ja. Hé, hey, tof. Tof, joh. Heel schoon, wat zeg jij? Dankjewel. Heel leuk. Een schoon kleur ook, hè? Ja. Ja, dat is tof. Dus wat moet je doen? Een duim omhoog in? Oh, ja. Ik ben echt super blij met de hoodie en ik wil daarvoor in de kom heel erg bedanken. Ik heb de hoodie inmiddels al eruit gedaan. Want zoals jullie zien zit ik in de auto onderweg naar het restaurant te rijden. Goedemiddag iedereen, het is vandaag donderdag en zo. Ik was bijna vergeten om vandaag te vloggen, want ik ben mijn koffer aan het inpakken voor Oostende, want binnen een paar dagen ga ik naar Oostende samen met Moeke. Mijn kamer is echt ontploft, niet normaal. Ja, ik was heerlijk aan het computeren. Kijk, daar, hier, en nou, mijn bed niet helemaal overhoop.
Maar goed, dan gaan we straks in de koffer doen. Ik heb nog niet alles ingepakt, omdat ik dat nog nodig heb in een van deze dagen. Dus ja. Een netje gedaan, hè? Nee, die kinderen komen hier. Speciaal hier, papa ook nog. Ja, zijn papa en kinderen. Voor de Roma. Goedendag allemaal. Vandaag is het vrijdag. Daar hoort de laatste dag voor deze week nog helaas sinds kort. Poetst mijn tanden weer met een gewone tandenborstel. Want ik poetste mijn tanden altijd met een elektrische tandenborstel. Ik ga nu mijn tanden poetsen. Want dat heb ik nog gedaan vandaag. Ik heb het ontbijt overgeslagen. Niet heel goed. Maar ik moest nog van alles doen op de computer. En ja, helaas stipjes, dat hoort helaas bij. En hier, kijk, moet ook nog helaas stipjes doen. Maar ik moet wel al een keer extra beugel mee dragen. Dus dat vind ik wel al heel fijn. Nu ga ik mijn make-up doen. Ga ik een nieuw oogschaduw palletje uitproberen van Catrice. Ik heb zomaar in een paarse gekregen op mijn verjaardag. En ik vond die zo erg fijn. En toen zag ik dat er nog allemaal andere kleuren waren. En dit vond ik nog wel een van de mooiste. Dus ga ik nu uitproberen. Kijk, het is nog helemaal nieuw. En ik ga het proberen om een mooie look mee te maken. Eerst ga ik mijn wimpers krullen. Dus nu ga ik beginnen met mijn ogen. En ik ga eerst deze kleur gebruiken. Het is een hele fijne palet, ik zal hem zeker halen. Dus deze palet krijg ik een dikke duim omhoog. Nu ga ik een beetje de oogschaduw zo mooi in model doen. Dan ga ik hem naar de ogen doen. Nu het spannendste streeltje, namelijk de eyeliner. Dat is altijd spannend. De eyeliner zit erop en nu mascara. Want voor het wimperkrullen kan ik makkelijker mascara aanbrengen. Wimpergel, dan ga ik ook mijn wimpers doen en ook aan mijn onderwimpers. Het is een hele tijd verder. Ik ben even beneden, man. Kijk hoe goed smerig het nu is. Misschien kan ik straks nog zwemmen. Maar dan ga ik nog wel zien of ik nog tijd heb om te zwemmen vandaag. Man, ik ga zo meteen verder met de koffer inpakken. Want ik heb nog niet alles ingepakt. Dus ja, nu ga ik verder terug met het inpakken. Ja, hier stond Else. Zeg. We gaan nu tickets opnemen. Klein beetje. Klein beetje. Twee. Twee. Of drie. Maximum. En we gaan dus buiten tickets opnemen. Een beest. Het schoot me naar een ongeluk. Maar nu gaan we dit ook opnemen. Oké, ik kan trouwens. Ik ga een paar voor doen. Oké, doe maar na. We gaan eerst even oefenen. Nou, precies. Oké, ik ga trouwens en niet. We gaan nu een challenge doen. Zodat je twee handdoeken nodig hebt. En ja, maar hoe moet ik dat zeggen? Gewoon handdoeken? Ja, vooraf te drogen of verder af te doen? Gewoon vooraf te drogen. Vooraf te drogen. Ja, en dan moeten we zeg maar zo een soort in de knoop leggen. En dan moeten we eigenlijk de knoop proberen te raken. Zonder dat je die hand ook loslaat. Snap je? Nee, ik snap het niet. Nou, je zult het wel zien. We zijn in de badkamer aangekomen. En ik ga hem dan zo smal opnemen, jongens en meisjes. En dat is voor TikTok. Maar dan zal ik wel even een roze achtergrond of zo doen, oké. En dan moet je proberen uit de knop te gaan. Hoe welke knop te gaan? Dus dan doen we het zo. En dan zo. En nu. En dan zo. Voilà. Dat was het. Het is niet zo moeilijk eigenlijk. Dat was dus de challenge. Wil jij nog iets tegen de kijkers zeggen? Dat was het voor vandaag. Ja. De juffrouw gaat op verlof. Een week of 10 dagen of ik weet niet hoe lang. En ik blijf thuis. Ja. Tot
Tot de volgende. Ja. Hallo, mama is niet thuis. En die tuin is officieel helemaal klaar, hè, Lola? Want dit hebben mijn ouders zelf gemaakt, hè? Ik denk dat dit nou echt een plekje wordt voor Lola. Ik heb gisteren het nieuws aangezien van de wateroverlast. Ik wens die mensen veel sterkte toe. Ik ga nu de make-up afhalen. Ja. Oké, we gaan nu pizza maken. Allee, ik heb. Eerst tomatensaus. En deze keer hebben we niet zelf een deeg gemaakt, maar dat was trouwens hoog. Nu de toppings. Lekker! Nou, dat is Lola. Nu houden we even gezelschap. Het is een heerlijk tijdje. Ik heb mijn pyjama inmiddels al aan. En ik ga nu een video plannen die zondag automatisch online kan komen op mijn YouTube kanaal. Dat doe ik sinds vorige week. En ik vind het helemaal geweldig. En nou zijn ze er. En nou zijn ze er. Yay! Hoor je dat zingen?